Nee. Mijn boezemvriend! Hoe heet nou? De boezemvriend! Voordat de TROS de avonduitzending voortzet, eerst een ingelaste mededeling. CDA-minister Brinkman heeft de TROS een boete opgelegd van 750.000 gulden. Ja, u hoort en ziet het goed. 750.000 gulden. Deze boete werd de TROS opgelegd naar aanleiding van een onderwerp in TROS Actua, waarin de belachelijkheid werd aangetoond van de Amerikaanse rage rond zogenaamde adoptiepoppen. 750.000 gulden boete betekent dat de TROS in 1985 bijvoorbeeld 15 speelfilms minder kan uitzenden, of 6 showbizquizzen moet schrappen, of het aantal afleveringen van TROS Actua moet halveren. Namens de TROS, hartelijk dank, CDA-minister Brinkman. Na deze aanslag op uw en onze lachspieren, een kerstfeest om nooit te vergeten met Dolly Parton en Kenny Rogers. Ze zingen de sterren van de hemel met een keur van bekende kerstliedjes. En kunt u nog zingen? Zing dan gerust mee. Kenny en Dolly, A Christmas to Remember.